Diaconessenhuis moet uiteindelijk gaan uitgroeien tot een oncologisch centrum. Dit zei algemeen directeur Clyde Cairo gisteren bij de overhandiging van het in-house certificaat voor de afdeling oncologie. Wegens het voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen binnen het Diaconessenhuis. De ziekenhuisdirecteur ziet dat het harde werk om de afdeling oncologie te certificeren eindelijk is beloond. En dit is eigenlijk het begin om te gaan naar wat we eigenlijk als ziekenhuis willen. Een oncologisch centrum. Toch? Daarvoor moet je dus gecertificeerd zijn. We zijn blij met deze interne certificering. De volgende stap wordt natuurlijk een ISO-certificering. En deze afdeling geeft eigenlijk gewoon het goede voorbeeld voor de rest van de afdelingen. Dus we zijn zeker van dat de overige ook zullen volgen. Dus laten we zeggen, this is the first step om richting oncologisch centrum te gaan. Cairo geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Harold Tellig, coördinator kwaliteit en veiligheid bij het ziekenhuis, benadrukt dat elk moment gekeken wordt naar hoe de kwaliteitszorg aan het publiek kan worden verbeterd. De afdeling oncologie is daardoor meerdere malen doorgelicht, alvorens te komen tot certificering.